Het is inderdaad wel een tijdje geleden, maar ik bedoel, het verleden is verleden. En we moeten gewoon het beste maken deze week. En proberen gewoon misschien wel het onmogelijke te doen, maar toch proberen, denk ik. Er zijn wel wat problemen geweest in het verleden. Blijft zoiets hangen of is dat echt een pagina die je omdraait? Ja, de eerste dagen misschien met de groep. Het kan wel zijn dat er iets wat blijft hangen, want dat is toch... Wat gebeurd geweest, maar nu, ja, de keer dat je dan terug in de ploeg zit en dan s'avonds gaan eten en wat kaarten, ja, dan komt alles wel terug. En ik denk dat we nu wel alles moeten vergeten en nu ons focussen op van het weekend. Hoe gaat het met jou persoonlijk? Ja, ça va. Het is wat moeilijk op het moment. Welke zin? Ja, gewoon op tennisvlak. Ik denk, naast trainen is alles oké, maar het is moeilijk. De eerste challenges, dan denkt hij nog niet te veel na. Maar als je dan eens de eerste ronde verliest of een minder match speelt, ja, dan denkt hij al na op challenges. En, ja, het is niet gemakkelijk. Ik denk, conditioneel moet ik ook terug wat beter staan. En daarom ga ik nu nog een paar toernooien spelen. En dan me echt goed klaarstomen voor volgend jaar, dat ik er terug een goed jaar kan van maken. Waarover denk je dan precies na? Ja, als de dingen niet zo goed gaan, dan denk ik over alles na. En, het probleem bij mij ook is, ik ben al iets lang alleen aan het reizen en dat weegt wel door. Constant iedere week alleen op de kamer, geen trainer. Ja, als er iets verkeerd zit, kan niemand mij zeggen, dus het is wel moeilijk. Dat gaat dus voor 1, 2, 3 weken, maar ik ben nu toch al 3 maanden bijna alleen aan het reizen. En nu moet ik toch terugkijken om een goede coach te vinden. Stoppen, denk je daar dan aan? Ja, daar denk ik aan achter een match. Maar ik bedoel, ik wil zeker volgend jaar nog een heel goed jaar doen. Dus ik moet me echt concentreren op volgend jaar. Maar nu toch nog proberen die 3, 4 toernooien dat ik nu nog dit jaar ga spelen, toch nog mijn best te doen. Jij bent wel de enige die erbij was 9 jaar geleden toen België tegen Zwitserland speelde in Brussel. Wat weet jij daar nog van? Ja, nog alles. Dat is natuurlijk een mooie herinnering, maar ja, de tijden zijn al een beetje veranderd nu dat Federer zo goed speelt en met Wawrinka, die nu ook top 10 staat. Maar het is wel een mooie herinnering. Ik denk, een van de mooiste eigenlijk. Top 3, top 4 voor mij. En dan tegen Federer winnen, juist, het is misschien dat juist voordat hij op een ander planeet aan het tennissen is, maar, of was. En, het is gewoon een goede herinnering en hopelijk kunnen we van de week... terug zo'n mooie herinneringen. Toen was Federer nog een broekventje eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Vergeleken met hoe dat hij nu speelt, wel. Maar ik bedoel, we moeten erin geloven. Dat is, op 3 dagen kan veel gebeuren in tennis. En, maar we zien wel. Ik bedoel, zij zijn favoriet natuurlijk. Maar waarom niet voor de verrassing?